Bijna een jaar geleden maakte Jutta Leerdam, 25, en Jake Paul, 27, hun relatie wereldkundig, en sindsdien heeft Jake Paul zich vastberaden ingezet om zijn Nederlands te verbeteren. Am Dutch now, schreef Jake bij zijn eerste Instagram-foto's met zijn vriendin, en hij lijkt die uitspraak serieus te nemen. In een recente TikTok-video van Jutta, waarin ze de vermoeidheid van een lange dag deelt, horen we Jake zeggen, wat eten we vandaag? Hoewel zijn uitspraak nog wat bijschaving kan gebruiken, hij zegt een keer weten in plaats van eten, tot groot vermaak van Jutta lijkt hij vastberaden om de Nederlandse taal onder de knie te krijgen. Jutta deelt het filmpje met de opmerking, mijn vriend kan niet stoppen met Nederlands praten. Sinds de bevestiging van hun relatie in april 2023 delen Jutta en Jake regelmatig verliefde foto's van en met elkaar. Ondanks hun laat relatie, Jake in Miami met een huis op Puerto Rico. Terwijl Jutta in Heerenveen woont, lijken ze hun weg goed te vinden tussen het plannen en het overbruggen van de vele figuren tussen hun drukke sportcarrières door. Het koppel steunt elkaar door elkaars wedstrijden en trainingen bij te wonen, wat de afstand lijkt te overbruggen en hun relatie versterkt. Met een jaar vol liefde en inspanningen om elkaars werelden te begrijpen, belooft de relatie tussen Jutta Leerdam en Jake Paul alleen maar sterker te worden, met een vleugje humor over Jakes vastberadenheid om een tata te worden.